Het ministerie van Defensie zal niet in de schoenen van de rechterlijke macht staan in de kwestie van de 8 december moorden. Minister Krishnakumari Mathura zei tegen journalisten dat de samenleving zich ook niet druk hoeft te maken over militaire wapens die eerder in de samenleving terecht zijn gekomen. De samenleving hoeft zich helemaal niet druk te maken. De samenleving kan gewoon rekenen op de veiligheidsinstituten, zoals altijd, om orde, rust en veiligheid te garanderen. Het proces is een proces dat al jaren duurt. En we kijken uit ook naar de uitspraak, dat heb ik vorige keer al gezegd. We kunnen niet in de schoenen van de rechterlijke macht en we willen dat ook niet, omdat die machten gescheiden zijn. Dus we willen ook geen uitspraak doen. Ik denk dat we met z'n allen gewoon de uitspraak moeten afwachten en wat het ook is respecteren. En laat dus de rechtsstaat, de instituten van de rechtsstaat, hun werk doen. Want daarom zijn we een rechtsstaat. Een rechtsstaat betekent dat de machten gescheiden zijn, dat wetten voor iedereen gelden en niemand boven of onder de wet staat. Dus laten we dat respecteren, want daar hebben we allemaal belang bij. Maar laten we de samenleving verzekeren dat wij er zijn en dat we zoveel mogelijk proberen om orde, rust en veiligheid te garanderen. Dat er rapporten van de autoriteiten zijn uitgelekt, typeert Mathura als het kwetsbaar zijn van de Surinaamse instituten. Er moet geïnvesteerd worden in versterking van deze organisaties. Nou, laat me dit zeggen. Er zijn in die samenleving, dwars door verschillende instituten, dwars door de overheid, dwars in die samenleving mensen die houden van de heer Boutersen. Dat kunnen we niet ontkennen, die loyaal zijn misschien. Maar ik weet dat onze mensen, onze militairen, professioneel zijn. Dat ze loyaal zijn aan het bevoegd gezag en dat ze hun werk naar eer en geweten moeten uitvoeren. En ik denk dat we, en dat hebben ze in de afgelopen 3,5 jaar bewezen, dat ze hun werk echt naar eer en geweten hebben uitgevoerd. Geen enkele opdracht is geweigerd. Ze hebben consequent de politie ondersteund. Consequent. Ik heb ook geen enkel geval gehad waar wij militairen geweigerd hebben. De defensieminister zegt geen beperkingen te hebben opgelegd aan leden van het defensieapparaat. Militairen moeten wel loyaal blijven aan de grondwet.